Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Op het moment dat deze video online komt, is het natuurlijk kerst. Ik wilde deze zondag toch niet overslaan met het uploaden van video. Maar ik dacht, we gaan er gewoon een hele relaxte video van maken. En het is een beetje een ouderwets thema. Ouderwets. Ik zie dit soort video's niet meer heel vaak voorbij komen. Maar we gaan een what's in my bag doen. Ook op mijn kanaal is het al heel even geleden voor ik dit soort video's heb opgenomen. Maar we gaan gewoon kijken wat er in mijn soort everyday tas zit. Wat eigenlijk constant mee, vooral naar mijn werk gaat. Het is een beetje heel erg random, maar ik dacht ja, misschien is het wel leuk om zo'n video op te nemen. En om in de kerstsfeer te blijven, heb ik hiernaast ook een kerstboompje neergezet. Oké. Deze tas. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal geen tassenmens. Als in, ik heb echt mijn hele leven lang steeds maar één tas, zeg maar, gehad wat ik naar mijn werk meeneem. En ik vind het wel handig om alles gewoon in één tas te hebben, zodat ik weet dat ik niks vergeet. Ik draag zo'n tas dan ook echt helemaal tot die helemaal kapot is, een stuk en weggegooid moet worden. Dan moet ik zeggen, dit is eigenlijk een beetje een kleiner formaat dan wat ik vroeger steeds had. Het is zo'n tas van zo'n goedkoop winkeltje Kik. En op zich, het is wel oké. Het is wel qua formaat voor nu echt prima. Ik bedoel, vroeger namelijk ook nog wel eens netjes mijn brood erom mee naar mijn werk en dat soort dingen. Dat zou je echt never nooit in passen. Maar dat doe ik niet meer. Maar goed, wat ik wel merk is dat bijvoorbeeld als ik in de pauze bijvoorbeeld ergens naartoe ga en ik koop iets wat ik zeg maar later mee naar huis wil meenemen en in 9 van 10 keer past dat niet in deze tas. Dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, maakt niet uit. Op zich voor de rest, zeg maar voor de dagelijkse dingen en de soms een beetje overbodige dingen, zeg maar, dan is dit wel echt een prima formaatje. Maar ik zoek nog wel eigenlijk het liefst nog een tas, een iets grotere tas voor als ik bijvoorbeeld naar mijn werk ergens naartoe wil, naar een bios of zo, dan dat ik zeg maar mijn laptop en alles in één tas kan houden. Dus ik zoek een soort van een grotere tas. Ik weet niet, ik heb al een paar online gezien, maar ik ben er nog niet over uit wat ik precies wil. Maar goed. Dus dit is mijn tas. En om heel eerlijk, hij zit op zich best vol voor, nou ja, wat ik in principe in het dagelijks leven allemaal nodig heb. Als eerst heb ik mijn beker. We hebben op kantoor van die reusable beker, zeg maar, wat je bij de koffiecorner kan gebruiken. En dat is best wel handig. Die zijn in verschillende formaten. Dit is een middelformaat, zeg maar. Een bonnetje, want ik had nog naar zo'n feestartikelenwinkel was ik geweest. Ik heb hier ook mijn toegangspas. En die ga ik voor de rest niet laten zien. Maar ik wil wel eventjes laten zien de foto die daarop zit. Wacht even, die ga ik er even uithalen. Echt, ik hoorde laatst nog een collega zeggen van eigenlijk lijk je helemaal niet nooit op een foto, zeg maar, zoals je op je toegangsfoto bent. Maar kijk dan. Dit is ook echt een foto uit 2019. Toen had ik nog donker haar. En ik lijk gewoon niet meer op deze foto. Maar goed, maakt niet uit. Wat ik trouwens ook altijd doe. Er zit zo'n touwtje, zeg maar, aan. Ik speel er heel vaak mee. Dus bij mij gaat die ook wel regelmatig kapot. Dus ik moest hem al een paar keer vervangen. Even kijken, wat zit er verder in? Een mueslireep, want ik moet altijd iets van eten bij me hebben. Dit is mijn nieuwste aanwinst. En deze is echt zo ontzettend fijn. Ik had namelijk dat ik laatst best wel hele geïrriteerde huid had. En het was zelfs op mijn nek. Op mijn gezicht, overal. En ik zocht per se iets. Ik zocht gewoon een hele dikke occlusieve crème. Ik had gewoon behoefte aan die hydratatie, zeg maar. En dat vast te houden. Dus dan ben ik bij de Ethos naar binnen gegaan. En toen heb ik deze ontdekt. Deze naam ga ik niet eens proberen uit te spreken. Maar wat deze crème heeft, het bevat dus 20% vaseline. En je zou denken, het is echt een hele dikke crème. Maar dat is die niet. Wacht even, deze kan ik wel even laten zien. Kijk, het is echt super fijn in gebruik. Kijk, het is gewoon een crème, letterlijk. Ik ga het gewoon op mijn nek. Oh, lekker in mijn haar ook. Maar goed, maakt niet uit. Het is gewoon heel fijn. Hij is helemaal niet vettig of wat dan ook. Dus als je nog een product zoekt waarmee je kan slakken, om het zo maar te zeggen. Dus echt zo'n occlusieve laag op je huid wil aanbrengen. Dus ik gebruik het ook echt gerust op mijn gezicht. Hè. Kijk maar, als mijn huid geïrriteerd is. Dan is dit echt wel een aanrader hoor. Dus echt voor hele droge huid. Ook voor mijn handen en alles inderdaad. Als ik echt van die eczeemachtige plekje zelfs voel. Ik vond dit echt ontzettend fijn product. Ik zorg ervoor dat ik hem eigenlijk de hele tijd bij me heb. Maar ik gebruik hem thuis eigenlijk net zo graag. Ik heb hier nog Ricola van die keelsnoepjes. Want iedereen heeft volgens mij tegenwoordig last van zijn keel. Dus het is heel ouderwets. Ik weet niet, vroeger had ik ze best wel vaak. Maar al een tijdje meer gehad. Maar ze zijn nog steeds wel lekker. Mijn zonnebril die eigenlijk eruit moet. Want tegenwoordig zie je bijna geen zon. Maar goed, die ligt nog steeds in mijn tas. Een pak zakdoekjes. Want dat kan best handig zijn. En ik heb ook nog van die van dit soort natte doekjes. Dat kan ook wel best handig zijn. Bijvoorbeeld
als je aan je bureau zit en je zit iets te eten en die saus loopt over je bureau heen, dan kan je daarmee niet alleen je handen schoonmaken, maar ook je bureau. Dus ik ben erachter gekomen dat het best handig is om zoiets mee te hebben. En ik heb ook nog eens een handcreme van Rituals. Dus volgens mij die standaard Sakura-achtige lijn. Dus op zich altijd wel lekker. Nog een muslinreep. Altijd minstens één bij me. Ik heb nog van die bladerpleisters. Nou is dat niet per se voor nu, omdat ja, van die dikke laarzen en zo. De kans dat je daarmee bladen krijgt is vrij klein. Maar goed, je weet me nooit. Dus ik heb ze voor de zekerheid mee. Ik heb hier nog, oh ja, deze was ik vergeten. Nog van die Haribo snoepjes. Ik weet niet, het was een keertje zo'n uitdeelzak van de kinderen. Dus ik vond dat ik het ook mocht hebben. En dan heb ik nog eigenlijk een aantal beauty producten. Echt zo overdreven. Maar goed, ik heb een kleine NARS concealer. Ik weet niet, ik heb op dit moment best wel onrustige huid door verschillende factoren. Dus ik dacht, een concealer mee, dat kan natuurlijk best wel handig zijn. Maar het punt is dat ik het altijd vergeet dat ik het mee heb. En nooit tijd vrij maak om hem dan weer bij te stippelen en zo. Ja, uiteindelijk, ik gebruik hem niet, maar ik heb hem wel op zich. Het is een fijne concealer. Ik heb echt 4 verschillende lipproducten mee, want je weet me nooit. Om te beginnen met een hele simpele lippenbalsem van Biafine, de Sika-lijn. Deze is echt heel erg fijn en heel erg verzorgend. Dan heb ik ook nog een zo'n lipolie. Ja, lipolie mee. Van Pettifay. En deze vind ik ook wel erg fijn. Ik moet zeggen, applicators vind ik wat minder. Dat is echt zo'n plat plastic ding. Maar ik vind dat dit echt soort van op het randje is tussen verzorgend en shiny. Dat gewoon leuk is. Deze heb ik eigenlijk best wel lang. Dat is de Fenty Fussy Lip Gloss. Maar ik vind gewoon de shine die hij geeft echt heel fijn, heel mooi. En het is gewoon makkelijk product in gebruik. Niet heel erg verzorgend of wat dan ook. Maar het is gewoon een leuk lipglossje. En deze is ook van Fenty. Deze vind ik wel fijn. Want die is eigenlijk zowel verzorgend als zeg maar mooi op de lippen. Dat is de lippenbalsem. Ze hebben deze letterlijk in 3 kleuren. Deze is de Latte Lips nummer 02. Dus deze gebruik ik eigenlijk denk ik nog wel het meest. Zo, en dat was het eigenlijk. Dit is echt alles wat in mijn tas zit. Ja, er zit ook wel hygiëne producten in. Maar goed, die ga ik voor de rest niet laten zien. Dit is het. Hij is nu helemaal leeg. Dit zijn eigenlijk soort van mijn essentials. En dingen die je wel eens nodig zou kunnen hebben. Dus ik ben benieuwd welke andere producten jullie in jullie tas altijd mee moeten hebben. Trouwens, telefoon en sleutels, dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar die heb ik eigenlijk altijd meer in mijn jaszak zitten dan echt in mijn tas. Als jullie andere essentials hebben, laat me hieronder weten wat dat dan is. Waar jullie echt absoluut niet zonder kunnen, de deur uit niet kunnen. Daar ben ik best wel nieuwsgierig naar. Ik wens jullie natuurlijk hele fijne feestdagen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ik hoop jullie volgende week zondag natuurlijk weer te zien. Want volgende week zondag, als het goed is. Want vandaag, zeg maar, op de eerste kerstdag. Ga ik namelijk mijn Secret Elf Surprise uitpakken. En ik ga het ook filmen. En die video komt als goed volgende week zondag. Dus als jullie daar benieuwd naar zijn, kom dan volgende week zondag om 8 uur gewoon weer terug. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En ik hoop dat jullie er volgende week zondag weer zijn. Tot dan. Doei.